Hallo, we zijn bij Peter Elshout Fysiotherapie in verband met het bandageren van de handen. En we gaan hier wat expertise ophalen met een bokser van ons, Freek. Ja, dat ben ik. Ik ga jullie even wat vertellen over waarom we bandageren. Dat doen we natuurlijk om blessures te voorkomen. Maar wat zit er nou onder de huid, wat doet het skelet en wat bestevig je er eigenlijk mee, zodat je het minst kans maakt op die blessures. Nou, en wat zit er nu eigenlijk onder de huid en wat willen we beschermen? Nou, het zijn eigenlijk je middenhandsbeentjes, je handworteltopbeentjes en je ellebijen en spaakbeen. Je maakt dan eigenlijk een gewricht tussen je middenhandsbeentjes en je handworteltopbeentjes en tussen je handworteltopbeentjes en je ellebijen en spaakbeen. Daarover kan je draaien, daarover kan je zwikken. Daarom wil je daar de bandage hebben, daar wil je hem goed verstevigd hebben, zodat je een krachtige stoot kan geven en blessures kan voorkomen. Heb je middenhandsbeentjes, je handworteltopbeentjes en je ellebijen en spaakbeen. Oké, nu gaan we over naar het bandageren. Bij voorkeur bandages van 4,5 meter. En we gaan een hele makkelijke variant laten zien. Oké, de lus zit aan de duim. De zoom gaat aan de binnenkant en het begint aan de bovenkant van de pols. Daar ga ik 3 keer omheen. Dan ga ik daarna naar de voorzijde. De vingers spreid ik over de knokkels. 3 keer. Hou je vingers gespreid. Dan ga je naar de duim. 1 keer om de duim. Terug naar achteren om hem te lokken. Komt hij niet zo makkelijk los. Dan tussen de vingers door. Hou een gezonde spanning aan, niet afknellen. Je wil nog steeds bloedsomloop hebben, maar zeker niet te los. Alle vingers gehad, dan ga je aan de bovenzijde van de hand, onderzijde van de hand, achter naar de pols en dan maak je X'jes. Dat is de beste manier om die middenhandsbeentjes te beschermen. Ben je bijna bij het einde, ga je terug naar de pols. En dan met de klittenband klik je hem vast. Dan heb je een stevige bandage en kan je een krachtige stoot maken zonder blessures te krijgen.